Godverdomme schurfthekel. Maar ik heb er nog eentje, ik heb niks, twee Hakatjes. Heb je twee Hakatjes? Ja. Waarom dat? Omdat ik niet spoor. Hij heeft ook twee. Zo! Zo! Kon je dat niet even zeggen dan? ik vlieg gewoon van de brug af, man. Wie was dat? Ik. Oh, alsjeblieft. Oh, maar dat iemand was rijdt hier gewoon vol. Iemand rijdt hier gewoon vol voorbij. Wow, hey, wat komt hier tussen die mijn? Oh, ik sta vijfde. Ja man, die Lumi is aan het volspelen, die rijdt gewoon overal langs. Dit had een race moeten zijn voor Lex. Lex. Ja, ik denk dat Lex deze heel leuk had gevonden. Ik zit gewoon met mijn AK op mijn motor. Dus wanneer kan de motor stuiteren? Weet niet. Sinds wanneer wordt de kaart beschoten? Ja, ik word niet door die persoon naar achter. Ah, fuck. Oké, ik ben laatste. Jij wordt eerste. Die vieze 9, die gaat met kogeltjes lopen schieten. Ja, die nummer 4. Ja, daar moet je niet op GTA zetten. Dan ben je niet vieze kogeltjes. Nee, anders is die te makkelijk. Dan is die ook weer niet leuk. Deze hoort op GTA. Ja, what the fuck? Mijn motorrijden gaat gewoon op de bek terwijl ik niks raak. Echt een tyfus. Sorry, ik vind dat niet leuk. Iedereen rijdt gewoon. Je moet dan als je een race maakt, moet je goed plaatsen. Zo dat ik zeg. Maar ja, wat moet er dan goed geplaatst worden? Ja, iedereen rijdt gewoon langs die container. Ja, die kan je dus niet aan de zijkant plaatsen. Oh. Zet je borden achter. Ja, hij is op de 3 gemaakt, hè? Dus dan heb je maar een bepaald aantal props die je kan gebruiken. Normaal is persoon niet vol, maar dat is echt een. Ja joh! Ja, mijn motorrijd is hier, jongen! Ja, ik doe helemaal niks. Die motorrijd springt gewoon zo vast een motor af. Ja, ik heb het ook een keer. Dat ik onder heb zitten. Ik heb ook al een keer met Zult dan een. Ik heb het nog met Rismo, hè? Ja, die vieze pissing heb ik nog geen. Ja, ik rij wel achteraan, jongens. Ik ben er helemaal klaar mee. Ja, hij haalt ons toch wel weer in. Nee. Net had jij hem ook in één keer, bam bam. Als ik geen zin meer heb, dan. Oh, je moet wel. Ik zat te kijken, waar is die rem dan? Tief. Tieten, ik kom er net bovenop. Oh mijn god, man. En wie heeft hem als enige? Ja, en die XX Romain. Ja, maar what the fuck, man. Maak van die rem wat dikker. Ja, vind ik ook.
Zelfs ik kan hem nemen, dus jullie ook. Ja, maar ik spring er nu weer naast. Echt waar, man. Hier, op je muil. Op je muil en zo. Ik vind het echt een kutrace nu al. Dislike. Je kan alleen nog niet stemmen. Nee, oh, hij werd door een gebouw heen. Ik heb nu al mijn stem uitgegeven. Dislike. We gaan weer door gebouwen heen. Nee, het is allemaal dislike. Oh god. Oh man. Niet restarten, dat is één tip. Nee, niet respawnen, nee. Ja, en als je vast staat, heb je een probleem. Nee. Nee, je valt door het gebouw heen en dan spawn je weer boven. Ik respawnde, wat niet slim was. Wacht maar heen, man. Oh, jeuk. Haak je jeuk aan? Aan mijn hand. Niet aan je neus? Meestal heb je jeuk aan je neus. Meestal wel, ja. Oh god, ik ga over de checkpoint heen. Nee, toch niet. Hey, mes! Nou, ik ken je bijna een normale race noemen. Ja. Maar volgens mij moet de wolrijd nog komen. Ja. Mooi toet de rest hoor. Holy moly. Zo, ik land net goed joh. Ja, ik net niet. Ik land op de vangrail. Echt weer wat voor mij. Ja. Waar de fuck moet je naartoe? Oh hier. Chicane, oh! Jongen, ik vlieg gewoon dik overheen. Dank je voor de waarschuwing dat er een chicane aankomt. Ik over 20 seconden komt er een chicane aan. Ik vloog er zo dik overheen, man. Oké, one right. Stuntpaal even. Hup, doe het. Doe het maar. Nou, ik faal nee, al, dus ik krijg al het gebouw over. Ik spring er gewoon over heen, joh. Ik niet. Ik wel. Ik knal tegen het gebouw aan. Maar hij had gelukkig een checkpoint in de lucht. Oh. Hey, Noordvonk! Oh. Hallo, ja, ik land een beetje kut nu. Ja, boom. Nou, jullie hebben weer voorsprong. Zes jongens. Nee, want ik land nu boven op een gebouw. Het is ook echt wel weer wat voor mij. Nou, mijn auto is ook. Drie aan de race weer. Ja. Skum, heb jij walrijd al? Ja, waar je naar boven moest rijden. Op de, via de muur, maar we kregen gewoon zo snel dat ik de muur niet raakte. Was ja, dat het? Ja, dat is. Is een walrijd. Ja. Hey, man. Simpel kun je het maken. Nou, lap 2. Nou, het valt dus reuze mee deze race. Ja, ik ga heel goed. Ik heb kijk ook toch, dislike. Vond eigenlijk dat bord. Shut up! Want wat deed ik? Volgende ronde. Tegen dat bord aanknallen? Ja. Ja, kijk eens wie je eerste staat. Ja, fuck it. De buttfuck is dat eerst hoor. Hij zegt tweede stem, ik kom achter je aan.
Oh, ik heb hem nu in één keer. Ik ook. Nee, 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 nee. Oei. Uh-oh. Ja. Internet op ze stoppen. Die zal niet blij zijn. Ik denk niet meer dat hij komt joinen. Ik denk dat wij met z'n tweeën af moeten maken. Ja. Hij is minder tegenstand voor mij. Ik ben echt erg, Rikke. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Ik rijd vlak achter die nummer 2. Nou ja, 10 seconden. Go, 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 go! Nee, nee, nee. Oh. Oeh. Wat was dat? Een PlayStation is echt een hoeve PlayStation. Echt waar. PlayStation. Het is in één keer. Ik heb geen. Nee, mijn PlayStation valt gewoon volledig uit. Hij deed niks meer. Het was gewoon echt. Hij kreeg gewoon een, echt een blackout van hier in Tokyo, man. What the okay. Fuck? Nu ja, fietsje, fietsje, fietsje. Gebouw. Chicane. Gaat het weer lekker hoor. Vrachtwagen. Je moeder. Dat schrik je helemaal kapot. Oh no. Ik mis weer eens een ramp. Het gaat wel weer. Het gaat ook echt super lekker vandaag. Hè. Ik heb het gebouw niet eens geraakt, joh. Champion! Nee, nee, nee. Wat heb ik toch met dat gebouw? Het is de tweede keer al dat ik erop kom. Noenzooi. Wat gaan jullie vandaag nog doen met Pasen? Vanavond lekker slapen. Slapen en lekker eten. Nee, grappig, ik ga niet slapen. Kawasaki. Kawasaki, Kawasaki. Wat ga je voor lekkers eten dan, Lord Fonk? Ik ga even... zijsbroodjes in elkaar gezet. Om 6 uur wil ik uit bed gaan. Ik ben er gewoon hoor, maar ik hou gewoon even mijn mond dicht omdat ik ergens mee bezig ben.
Ja, Scum is gewoon even aan het drukken, laat hem. Hij moet ook ergens een salve vandaan halen. Vies, Rick. Oh joh, ik heb geen turbostad gedaan. Nou ja, geef niet leuk een kans. Even kijken, ik wist gewoon dat je hier naar rechts moet. Dat doe ik gewoon zo. Oh! Hoppa. Wie zit hier op een roze motor? Wie is die zit in? Ik zit op een roze motor. Ja, en nog iemand. Ik ben een meisje, dus ik mag op een roze motor zitten. Maar ik zit ook in mijn pyjama. Nee, Scrum zit in het lijmgroen. Lijmgroen. Oh, deze heb ik al een keer gedaan. Deze is heel irritant ergens mee. Oh. Zo, en ik... En dan val je allemaal dood neer. Oh. Wessel? Ben jij nog de livestream aan het kijken bij mij? Of in ieder geval de chatfunctie? Weet ik niet. Oh. Hoezo dan? Je neef zegt wat. Je was even weg. Zij zegt, hij is aan het navelvingeren. What the fuck, Mitchell? Hey, sinds wanneer staat hier zo'n uitkijktoren? Geen idee. Kijk, dat staat er altijd. Nee! Ik kon niet remmen. Ik moet wel mijn korte motor hebben, maar ik weet het nog steeds niet meer. Ja, maar ik heb ook een Bati. Oh, maar ik heb een Bati RR. Misschien is dat het. Nee, maakt niks uit. Het is alleen de... Ja, ik mis gewoon helemaal die tweede ramp. Ik ook. Ik val gewoon dood. Ik doe wel even een sweet flip. Oh! Je had hem. Hé, hey, waar mix op wat jij net zegt? Misschien ben je dat nou gewoon zelf aan het doen. Dat weet ik niet. Je bent gewoon aan het rukken op een beta. Kap, jongen. Kap. Dan vind je hem niet zo leuk, Rian. Ik hou wijselijk mijn mond. Goed zo, dat doe je goed, hè, Rian. Nee, je moet de kleine. Kut. Nee, ik mis mijn totale checkpoint, man. Kleine, ik ben fucking goed in die lijnen. Doe ik altijd. Oh, jezus. Oh. Ja, rij jij er even volgens me dan. Mitchell zegt, nee, ik doe dat soort dingen niet. Nee, doe het aan je lul, nou goed. Was het maar kut, zegt hij. Dan was het nog wat. Wedden? Auw, kut. Dit is echt een kutramp, jongen. Ik heb hem al, hoor. In één keer. Nee, ik heb hem al. Gaan van neer. Nee, ik reed naar beneden. Kut. Fijn voor je. Hoe ligt de derde? Ik lig vijfde, al de hele tijd. Ik lig vijfde. Oh. Ja, app hem. Ik ook. Ah, en ik kan zo goed motor rijden en dan sta ik laatste. 33 berichten. Oh, hey, dus Mitch, heb je niks beter te doen dan? Hij was Battlefield aan het spelen. Ah man, ik ga alleen maar op mijn bek. Ik ook, en ik pleeg weer zelfmoord. Nou, zelfmoord plegen doe ik net niet aan. Ja. Dit poppetje bedenkt zich elke keer, maar dat komt door de outfit. Ze heeft een pyjama aan. Ze denkt bij zichzelf, waarom zit ik op de motor met een pyjama aan? Met een hoog... Weet je hoe warm pyjama's zijn? Met een... Nee, maar ze heeft ook een... Ik ken inmiddels in het dorp een motorrijder. Die heeft op zijn motorpakkleren heb je dan aan. Maar het is de pyjama naar over van. Weet je hoe warm dat is? Heel warm.
Ik maak er 34 van, zegt Piet. Berichtje 34. Ik maak er 35 van. Wedden? Meest gaven spammen totdat ze 100 hebben. Ja. Dit is mijn vervelendste playlist die je ooit hebt gemaakt, Rian. Mooi, hè? Ach, zo gewoon nee. Hoeveel checkpoints moet ik nog? 7. Uh-oh. Kut. Kut, je gaat het niet halen, jongen. Ik doe het een DNF. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Hebben ze. Wat zijn we eigenlijk in je dans in het begin? Ja, kijk eens! Wie heeft deze gemaakt? Ja joh, het wordt gelijk gebeukt in het begin. Nee joh, ik word gebeukt. Ja joh, iedereen beukt hier al. Hop op of zo. Ik hou wel voor je huis. Doei. Oh, dit is mijn stukje. Hier kan ik gewoon de hele tijd vol gas rijden. Ja, dat heb ik ook. Ga weg met je T20. T20 moet in deze bocht rennen. Wij niet toch? Nee, wij niet. Wij kunnen gewoon doorrijden. T20 hoeft niet te remmen, want die ramde mij aan de kant. Waardoor die niet hoeft te remmen, want hij had toch niet genoeg snelheid. Maar, kijk wie dit is eerst. Hetzelfde rondje wat je bij Lex rijdt. Ja, klopt. Maar deze is fucking chill. Waarom denk je dat ik hem chill vind? Omdat Wilfred hem gemaakt heeft. Nee, omdat ik dit altijd rij met Lex. Ja, dit is standaard rondje van Lex. Sinds die hele grote map is dit. Deze baan doe ik elke dag. Ik knalde weer buiten, ja joh. Ik krijg toch de ronde ballonnen. Sorry, je moet wel even in bochten kijken of je wel echt moet remmen, want... Ik vind het echt een relaxed baan, dit, echt waar. Ja, ik wil even achter jou komen, dan kan ik jouw lijn rijden. Oh, je gaat nu van mij over proberen te nemen, hè? Doe ik ook, bij Lex doe ik dat ook, ga ik in zijn lijn rijden. Verslaafde? Wie is een verslaafde? Wie, ik? Ja, ik ben verslaafd, ja. Weet het. Sorry, ik kan er niks aan. Nee, maar ik krijg een berichtje verslaafde. Ja, dat ben ik. Van wie? Ja, van je neef natuurlijk. Moet jij zeggen? Kammetje. Kut! Ging iets mis. Ding, hè? Kut. Nou, Kun, nu ga ik je wel een halen weer. Hoop ik. Domme. Zo, Kun. Dat ging net mis, man. Eén ding, hè? Ja, nu ga ik. Doei! Weet je waardoor? Nou? Waardoor dan? Ik raakte het heuveltje links van de baan. Ja. En toen ging ik op twee wielen en toen ging ik. Nee, nu komt die beuker. Even gas geven, ik moet daar voor. Wes, er wordt wat tegen je gezegd. Wat hè? Dat je lief moet blijven. Nee, rot op, lief. Op Turismootje. Nou, als ik nu één fout maak, is één stunt.
deadlift. Oh, ik haat jou, T20. Ben nummers in de deadlift. Dat niet. Ik rijd al heel erg vol gas, man. Yo, ik rijd... De motor is dik overrit. Ik ga nu mijn derde rondje in. Als Lex nu mee reed, reden wij echt met z'n tweeën de hele tijd daar aan het floten. Om elkaar aan het indalen. Dat hebben we tegenwoordig. Dan, ik begin beter te worden en dan rijd ik bij Lex in zijn reet. En dan probeer ik hem de hele tijd in te halen en dan gaat het echt gewoon kaart mee. Maar dan flipt Lex helemaal. Ja, dan flipt Lex hem alleen een beetje. Dan zit je in zijn reet te peuren en dan zit je echt tot je er langs kan. Je moet net maar weet je, dan rij je weer, joh, en zit je zich heet. En dan wil je hem inhalen en dan maak jij de fout. Dan is echt gewoon zoveel aan de hand en dan maakt hij een fout. Dus sowieso, ja, kan ik niks aan doen. En dan kun jij er alles aan doen, weet je wel. Viezerik. Maar met die toerisme kun je door heel veel bachten vol gas. Ja, klopt. Omdat hij wat langzamer is. Ja, die nee joh. De toerisme had een fucking goede weglegging. Hé, ik heb eindelijk die T20 van die Romeo gehad. Gewoon doorrijden. Eerst op nummers. Zou Rian het nog redden? Even kijken. Waar rijdt ze in? T20? Osiris. Nou, halen we op. Osiris is de ene beste auto met weglegging. Turismo is gewoon de beste.